De progressieve vakcentrale C47 en haar lidbonden zijn enorm geschokt door de wijze waarop dat wat door de organisatoren was aangekondigd als een vreedzame protestactie is ontaard in ordinaire plunderingen en vernietigingen van eigendommen van zowel bedrijven als individuen. Op geen enkele wijze zullen deze vernietigingen worden goedgekeurd. C47 roept de totale samenleving op de democratie hoog in het vaandel te houden. Als vakcentrale die midden in de samenleving staat, zal hij het recht op vreedzame betogingen blijven uitvoeren om de eisen van de werkers kracht bij te zetten. Daarnaast heeft het bedrijfsleven aangegeven enorm geraakt te zijn door de gevolgen van het protest. Daarom adviseren de VSB, ASFA, ACMOS, Platform van Importeurs in Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging Ondernemers om tot nader orde de deuren gesloten te houden. Het bedrijfsleven roept de overheid op om alles in het werk te stellen om dit nooit meer te laten gebeuren. Ten slotte doet het bedrijfsleven een beroep op alle burgers en maatschappelijke organisaties om de rust te bewaren. Ook de Surinaamse Vereniging van Journalisten tekent met klem protest aan tegen het vandalisme en de aanval op journalisten. De verbale intimidaties met bedreigingen, het vernielen van camera-apparatuur, het confutselen van een telefoon en het in brand steken van het voertuig van een journalist moeten getypeerd worden als zeer ernstige aanvallen op de persvrijheid. Benadrukt moet worden dat journalisten in de eerste plaats in dienst staan van de samenleving. Aanvallen op de media en journalisten, nota bene vanuit de samenleving, zijn gelijk aan het schenden van het eigen aanzicht.